Lennart, jij hebt net een sessie gegeven op de IMA Nederland vakdag. En dat ging volgens mij over de waarde van PMO. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Ja, het gaat inderdaad over de veelzijdigheid van PMO. Het gaat over de ervaring die ik in de afgelopen 15 jaar in dat vak heb opgedaan. Mm-hmm. En hoe de PMO-competentie zich nog steeds ontwikkelt, maar zich vooral ook neerzet als een eigen vakgebied, dus een eigen competentie los van projectprogrammamanagement. Daarnaast was het uiteraard vandaag back to basics. Dus ik heb ook gekeken naar hoe zien we PMO in de huidige markt. En dan kijk ik ook naar de opdrachtgevers met wie ik werk. En wat betekent dat voor hun? 4 punten heb ik daarbij aangehaald. 2 waren al bekend vanuit vroeger. Ja. Doe de juiste dingen en doe de dingen juist. En de 2 nieuwe dingen die ik daaraan toegevoegd heb is... zorg dat je je organisatie kent waar je werkt. En neem ook iedereen in die organisatie mee in wat PMO voor jouw project of programma of portfolio betekent. Het klinkt als een heel mooi verhaal, maar wat is dan jouw ultieme doel? Mijn ultieme doel is eigenlijk elk project succesvol. Dus het zou fantastisch zijn om ieder project succesvol te kunnen afronden. Nu gaan er nog steeds veel projecten mis. Daar gaat heel veel geld, energie van mensen, passie in verloren. En dat zou eigenlijk niet nodig hoeven zijn volgens mij als je jezelf goed weet te organiseren. En daar ga jij bij helpen? Dat hoop ik wel inderdaad, ja. En hoe helpt IPMA Nederland jou dan om dat doel te realiseren? Nou, IPMA Nederland helpt op meerdere manieren. Enerzijds zijn wij bezig op dit moment ook om IPMA te helpen juist het PMO-vak verder te professionaliseren. Dat is ook vandaag aangekondigd, hè, dat er een nieuwe internationale erkende accreditatie komt voor IPMA PMO DCBA niveau. Nou, daar ben ik onderdeel van en dat vind ik super gaaf. Maar IPMA is natuurlijk als kennisbank met mensen die allemaal vanuit hun professie werken en zich daarin ontwikkelen. Zeker denk ik een heel erg goed hulpinstrument om altijd die best practices en die basics juist op een heel goed niveau te houden. Nou, het is het einde van het interview, maar volgens mij inderdaad de start van wat je net zegt. Namelijk inderdaad het PMO van IPMA die eraan komt. Superleuk, dankjewel voor je sessie en bedankt voor het interview. Ja, dankjewel.